daar Photon in komt, zijn sommige transities zijn wel toegestaan en andere gebeuren niet of met veel kleinere waarschijnlijkheid. En dat zit ook in die symmetriegroepen verstopt. Oké, okay. Dan ga ik kort, ik zal dit proberen kort te houden. Dus zo'n rotatie in twee dimensies kun je zo opschrijven. Hebben jullie dat wel eens gezien? Matrixvermenigvuldiging, weten jullie hoe dat... Dat ken ik wel. Dat kan je wel? Oké, okay. Het werkt... Ik zal het kort opschrijven. Ja, je kan het al heel simpel zien als je bijvoorbeeld 90 graden draait, hè? Dan wordt x, y en y, x. En dat volgt uit je matrix eigenlijk al heel simpel. Ja. Als je wat 90 graden draait? Als je bijvoorbeeld 90 graden draait, dan wordt x, y en y, x. En vul maar eens voor phi 90 in. Dan zul je zien dat daar in die matrix gaat 0101 staan of zo. Mm-hmm. 0110 of zo. Ja, je zegt phi is 90. Ja. Dan wordt het. Cosinus phi wordt 0. 0 min 1, ja. 1, 0. Ja. En dat gaan we nu zeg maar vermenigvuldigen met x, y. Ja. Die keer die. Ja, okay. Is min x. En die. Sorry, dit was min i. Min i. Die keer die plus die keer die. En die tweede is die keer die plus die keer die. Is x. Dus als je... Ik had x en i. En wat x is geworden, is nu min i geworden. Dus hier had ik een punt x. Dat is nu min i geworden. En ik had een punt i. En dat punt is nu x geworden. Oh, dat klinkt wel als een rotatie. Dat klinkt wel als een rotatie, toch? Oké. Okay. Nu, als je hier dan die 120 graden invult. Als het goed is, ik weet misschien heb ik het fout gedaan, maar als het goed is komt er dit uit. Dus dit is zeg maar element C. En je kunt ook element B zeg maar hier invullen. Maar B is dan een reflectie nu, dus ik heb niet echt gedraaid, maar ik heb een reflectie gedaan. Je kunt het ook opschrijven als rotatie, maar dan heb ik eigenlijk een driedimensionale vector nodig. Want dan moet ik roteren in die andere richting. Want nu heb je gespiegeld, bedoel je? Nu heb ik gewoon gespiegeld, oh. Ja. Ik heb hem nu gewoon gespiegeld eigenlijk hierin. Ja. En is er een reden dat je naar rechts draait in de grafiek in plaats van naar links? Want normaal kun je naar rechts draaien als min 90 graden draaien en naar links als 90 graden. Ja. Weet ik, ik heb misschien de niet-logische opgeschreven. Ja, maar je gaat draait nu toch? We draaien nu met de klok mee en dat is vaak juist min 4 inderdaad. Ja. Meestal is dat min 90. Ja, dus dan zou ik dit minnetje daar moeten zetten. Komt het niet gewoon dat de x en de y... Nee, dat is goed. Maar als ik hier, als ik deze hier weghaal en hier een min van maak... Dan is die zo. Dan wordt het nu i en min x. Dan klopt het wel, hè? Dan gaan we de andere kant op. Dan gaan we zo. Ja, ik weet niet, ik heb daar even niet lang genoeg naar gekeken. Maakt het heel veel uit? Nee, maakt niet uit. Het is een keuze wat je wil. Dus ik heb nu is mijn phi is met de klok mee. Ja. En dit, als ik het goed heb gedaan, is met een reflectie in die lijn. Ik begin nu ook te twijfelen of ik dat goed heb gedaan. Dus nu heb ik zeg maar drie elementen van die groep opgeschreven als 2x2 matrixjes. Had ook met 3x3 matrixen gekund, want het zijn ook rotaties in driedimensionale ruimte. Ik heb nu deze B als een reflectie hierin opgeschreven. Dat is iets anders dan dat je hem in driedimensionale ruimte een draaiing geeft. Oké, okay, het blijkt zeg maar dat dit een zogenaamde irreducible representation is. Je kan hem niet kleiner maken dan Ja. Toch? Ja, dat klopt. Er zijn meerdere irreducible representations. Er zijn er drie. Er is altijd de triviale, die doet eigenlijk niks. In dit geval is er nog eentje die eendimensionaal is. Die doet ook iets raars. En deze is irreducibel.
En zeg maar, dan heb je alle irreducibele representaties van deze groep. En daarmee kun je alle andere representaties opbouwen. Ik kan namelijk ook een... Het is een beetje een soort onafhankelijke vectoren of zo. Wat je maakt zijn een soort basisvectoren, ja. Maar dan voor die symmetriegroep, hè, voor de representaties... Dus als ik, bijvoorbeeld als ik het hele tweedimensionale vlak op wil bouwen, hè, dan aan x en y heb ik genoeg. Ik kan ook x, y en min x verzinnen. Maar één van die drie is eigenlijk overbodig. Die min x of die x is bullshit. Ja. Die kan ik net zo goed weglaten. Dus dit is de kleinste waarmee ik hem kan maken. Maar ik kan hem ook zo met deze vectoren maken. Ja. Dus dan is het een soort half x, half y. Dan kan ik ook een hele 2D vlak mee maken. Maar zijn allemaal de kleinste die je nodig hebt. Ik kan ze ook twee keer zo lang maken. Maar, ja. Maar ik kan niet er nog eentje weggooien, zeg maar. Toch? Zoiets bedoel je, denk ik. Ja, ja, ja. Dus deze zijn ook niet uniek. Je kunt dit ook anders opschrijven, hè, zo'n rotatie. Maar, zeg maar je kunt ja. Dit zijn soort van de bouwblokjes om alle andere representaties mee te maken. Ja. Dus in de natuur zijn dus dingen die we observeren, in een kristal of zo, zijn een soort van representaties van symmetriegroepen. Zeg maar gewoon, als je naar iets kijkt, naar een kristal en je hebt een symmetrie, is ook een representatie van die symmetriegroep. Maar dan een... Niet een irreducibele, maar een andere. En je kunt dan een soort van kijken hoe die is opgebouwd uit die irreducibele representatie. En dat geeft dan informatie over wat er allemaal gebeurt. Dus dit dingetje blijkt een soort van dezelfde symmetriegroep te hebben als die we net bestudeerd hebben. Ja, want die lijkt ook best wel op een driehoek. Die lijkt best wel op een driehoek, ja. Oké, ja. Ja, dus dit is equilateral... En een elektrisch dipolmoment, dat wil eigenlijk zeggen dat er plus en een min. Een plus en een min, zeg maar, netto van elkaar gescheiden zijn. Dus netto is de lading wel nul, maar er is een soort van een klein beetje een verschuiving van plus en min. En dat geeft een elektrisch veld, een klein elektrisch veld als je van veraf kijkt, dat heet een dipolmoment. En dat is eigenlijk een vector in de ruimte is dat. Dus dat is een vectorrepresentatie en die blijkt... Dat als je zeg maar die vectorrepresentatie, die kun je opbouwen uit die irreducibele representaties, die noemen ze irreps vaak. Daar moet dan de triviale representatie bij zitten. Dan kan er een dipolmoment bestaan. Dus als je probeert deze representatie op te bouwen uit die irreducibele, dan kun je een soort van kijken van welke basisvectoren heb ik nodig om dat te maken. Dat doe je. Eigenlijk ook met die eigenstates en zo. Dan moet soort van de triviale moet erbij zitten. Dan betekent het dat die een elektrisch veld... En wat was de triviale? Ja, dat is eigenlijk dat je niks doet. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dus dat soort van die... Het zegt eigenlijk soort van dat ja, het is moeilijk om uit te leggen waar dit precies vandaan komt. Maar dit kun je laten zien dat die erbij moet zitten. Want anders kun je niet, zeg maar, een zo'n veld hebben. Terwijl als je in dit geval is dat waar, blijkt te zijn, als je dat gaat doen. Terwijl een magnetisch dipolmoment, dan heb je is dat zo'n axiale vector. Die doet anders. Hè, hier is het, maar als je spiegelt, dan... verandert x in min x, of als je een ander spiegelt, verandert y in min y. Maar bij zo'n axiale vector, als je spiegelt, verandert niet in min. Blijft die gewoon hetzelfde. Als je dat gaat proberen te maken, dan blijkt dat die er niet... Hè, moet die triviale moet er ook in zitten. En als dat niet zo is, dan kan die geen magnetisch dipolmoment hebben. En eigenlijk is het altijd zo, zeg maar, het heeft of die. Nooit allebei. En nu hebben we het allemaal over dat ammonia-ding. Ja, ja. En dus vanuit de symmetrie van dat ammonia, ja, kun je zeggen van hij kan wel een dipool zijn, maar niet een magneet. Ja, geen. Oh. Ja, ja, ja. En dit geldt ook voor kristallen. Oh, wauw. Dus je kunt allerlei dingen zeggen over dipoolmoment, magnetisch moment. Dus puur vanuit de symmetrie van hoe iets opgebouwd is, kun je wat gaan zeggen over. Oh ja. Over zijn elektrische en mechanische eigenschappen. Dus ook stress of conductivity tensor, eigenlijk verandert de glijbaarheid in een kristal. Dus in de ene richting glijdt die misschien beter dan in een andere richting. Dat kun je weergeven in een tensor. Dat zit ook allemaal in die symmetriegroepen.
En je hebt diffractiepatronen. Weten jullie wat dat zijn? Als je dat dubbel slit experiment, hebben jullie dat gekeken? En dan zie je zo'n patroon van die golven die elkaar versterken en uitdoven. Dus dat gebeurt bij dat dubbel slit experiment. En dat gebeurt ook als je licht zeg maar, op een kristal stuurt. Dan gebeurt dat ook. En dat diffractiepatroon wat eruit komt is ook gerelateerd aan die symmetriegroepen van je kristal. Oké, dit is een soort van alle mogelijke symmetriegroepen van kristallen die wiskundigen bij elkaar hebben geflanst. En alle relaties. He, dus als je, hier heb je een kristal, daar stuur je een x-ray in. Waarom een x-ray en niet gewoon licht? Die gaat er lekker mooi doorheen. Die gaat er mooi doorheen en die heeft een golflengte. Die x-ray heeft een golflengte die zeg maar op de orde grootte van de afstand tussen de atomen is. Terwijl dit licht heeft een golflengte dus veel groter, dus dat ziet helemaal niet die afzonderlijke atoompjes. Maar die x-rays hebben een golflengte die is klein, dus die zien echt zeg maar het verschil. En als er zo'n licht hierop komt en een deel weer kaatst hierop en een deel weer kaatst hierop, dan zijn ze net een beetje fase verschoven, die twee golven. En als zeg maar deze lengte, ja, dit is het lengteverschil, het weglengteverschil eigenlijk, als die net een halve golflengte is, dan gaan ze elkaar uitdoven. Dat is zeg maar in een simpel in één vlak. Maar als je een heel ingewikkeld kristalstructuur krijgt, dan heb je niet zeg maar één hoek waaronder er wel of geen licht komt. Maar dan krijg je zo'n heel ingewikkeld diffractiepatroon. En die kun je dus linken ook aan die symmetriegroepen. Oké. Misschien moet ik wat dingetjes skippen. Misschien alleen maar kort die. Dus we hadden nu het eigenlijk discrete groepen. Je hebt zeg maar zo een stuk draaien, nog een keer draaien, hetzelfde. Maar als het zeg maar continu is, zoals bij een cirkel, dan noemen we het Lie-groepen. Als het differentieerbaar is. Dus bijvoorbeeld een cirkel. He, die hadden we al gezien, zo'n cirkel. Als je dit een heel klein beetje draait, is het hetzelfde. Dus dat is een continue symmetrie. En jullie hebben een klein beetje met complexe getallen ook gedaan. Dus als je een complex getal vermenigvuldigt met zo'n complexe E-macht, dan draait die ook een heel klein beetje. Dat heb ik niet gehad. Dus je kunt complexe getallen weergeven in complex vlak. Dan schrijf je zeg maar in één as het reële deel en andere as het complexe deel, of het imaginaire deel. Dus dit is reëel en dit is imaginair. En ik heb een of ander complex getal, dat is bijvoorbeeld 2 plus 3i. Dan zit ik hier bij 3 en hier bij 2, dat ligt dan hier. Dus het is gewoon een soort assenstelsel eigenlijk. Alleen zit daar die gekke i in, die als je die met zichzelf vermenigvuldigt, wordt die min 1. Daar hebben jullie al eens van gehoord, of niet? En nu blijkt dat als je dat met zo'n complexe E macht. Dat het Wouter dat het heel normaal is om over I te hebben en niet over J. J is een beter geval. Ja, J dat doen elektro's. Ik weet het. Ik kreeg op de TU Delft één vak ook bij elektro en toen ging het ook ineens over J. Want I is stroom, hè? Dat is de reden, of niet? Ja, zeker. Ja. Dat is de hele reden. Maar het ook. Goed. Het blijkt dat zeg maar een vermenigvuldiging met zo'n complexe E-macht geeft ook een rotatie over het cirkeltje. Dus in plaats van dat je met een hele matrix vermenigvuldigt, bij complexe getallen hoef ik alleen maar met zo'n E-macht te vermenigvuldigen. En dat is ook een rotatie. Dus je ziet zeg maar dat hier heb ik een tweedimensionale representatie nodig. Maar in een complexe getallenwereld heb ik een soort van eendimensionale representatie. Maar ja, je had wel complexe getallen die eigenlijk een soort van uit twee delen bestaat. En dit heet, U1 moet hier trouwens staan. U1. Oké. Je ziet die termen waar Leo het over heeft, die kom je ook als je het standaardmodel gaat lezen op Wikipedia in het Engels en zo, dan kom je dit soort termen continu tegen. Ja, ja. Heel gaaf.
Moet ik stoppen of mag ik nee, het afmaken? Nou, leven jullie nog? Ja, net lekker op gang. Oké. Nu iets. Hè, wat maakt relativiteitstheorie nou anders als je dat kwantum wil maken? Hè? Zeg maar, we hebben de Schrödinger-vergelijking, is kwantum. Maar als je relativiteitstheorie wil combineren met kwantummechanica, dan hebben we nog met iets anders te maken. Fotonen, er moet geen komma staan, maar goed. Fotonen zijn echt super relativistisch, toch? Want die gaan met de snelheid van het licht. Dus ja, als je echt naar fotonen wil kijken, moet je speciale relativiteitstheorie doen. En die fotonen die kunnen gewoon ontstaan en weggaan, toch? Dus er komen nu steeds fotonen uit, die komen er aan en dan zijn ze weg. Terwijl een elektron is niet zomaar weg, dat is er gewoon en dat blijft bestaan. In onze normale wereld, zeg maar, of het algemeen. Maar in principe kan alle materie ontstaan en weggaan, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Maar dit kan omdat massa en energie in elkaar omgezet kan worden in speciale relativiteitstheorie. Massa en energie is equivalent. Dus dat het, zeg maar, dat alle materie dat kan alleen maar vanwege die equivalentie. Heeft iemand een voorbeeld wanneer materie verdwijnt? Ja, precies dat. Maar dan is er energie, toch is het niet verdwenen? Het deeltje is verdwenen, dus er is niet, zeg maar, niks meer. Het deeltje elektron is dan verdwenen. Ja. In de vorm van energie? Ja. Of omgezet in energie? Maar wisten jullie dat dat kan? Volgens mij heeft het wel gezegd. Is dat niet, zeg maar, met zwart gat ook, dat kinetische energie wordt omgezet? Bij een zwart gat? Ja. Ja, dat is weer nog weer ingewikkelder. Ik bedoel eigenlijk, ieder deeltje heeft zijn antideeltje. Oh, nee, we hebben positronen en elektronen op elkaar laten botsen. Ja, en als twee, zeg maar, een deeltje en zijn antideeltje bij elkaar komen, dan kunnen ze verdwijnen, zeg maar. Dat is één ding. En je hebt ook in nucleaire reacties dat een proton verandert in een neutron of andere dingen, waardoor, zeg maar, elementen veranderen. Dus het zijn kernreacties. Ja, dus daar hebben we het ook al over, maar daar gaan we het ook nog over vandaag. Ja. En dan gaat vaak ook een deel van de massa verdwijnt als energie. Bij kernsplijting in een kernreactor verdwijnt er heel veel massa, of heel veel, een klein beetje massa. En er komt heel veel energie bij vrij. Dat is hoe we daar elektriciteit mee kunnen maken, omdat die... Ja, al die energie die er vrijkomt, die kunnen we dan oppakken. We hebben bijvoorbeeld ook behandeld dat het merendeel van de massa van een proton eigenlijk bindingsenergie is van de kwark. Ja, 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 ja. Ja, dus die energie is massa en dat zit echt in speciale relativiteitstheorie. Maar je hebt wel bepaalde behouden grootheden. Leptons en hadrons, zegt dat jullie iets? Leptons hebben we wel altijd waar die het hoor, maar hadrons heb ik niet volgens mij toch? Nee. Al die deeltjes die uit quarks zijn opgebouwd zijn hadrons. Ja, dus een proton en een neutron is een hadron. En ja, die hebben blijkbaar ook iets behouden. Hè? Dus alleen maar een elektron en een anti-elektron kunnen samen verdwijnen. Maar één elektron in zijn eentje kan niet verdwijnen. Dus die hebben ook bepaalde behouden grootheden. Bijvoorbeeld leptonnummer en baryonnummer. Het is gewoon een soort van hoeveel elektronen of hoeveel quarks je hebt. En het blijkt dat je dit uit global U1-symmetrie kunt halen. Ja. Wauw. Goed, ik zal het niet helemaal laten zien, maar als je, zeg maar, zo'n Lagrangian neemt, en je kan je laten zien dat die, zeg maar, onder U1-symmetrie behouden is, wat op zich best wel logisch is. Je vermenigvuldigt gewoon met zo'n complexe E-macht. He, want dat was U1, is gewoon dat je het keer E tot de macht I iets doet. En als je, zeg maar, daar is hij onder invariant. En als je dan soort van de behouden grootheid erbij uitrekent, dan is gewoon het veld zelf behouden eigenlijk. Ja, ja. En dat veld heeft een of andere current of zo van lading of quark. Hoe noem je dat? Color charge? Ja. Zoiets. Dus om kwantumveldentheorie te moeten doen, moet je velden hebben die in en uit, die kunnen, zeg maar, verschijnen en niet verschijnen. En gewone kwantummechanica met een golffunctie wordt ook wel een veld genoemd, maar
we hebben eigenlijk niet de wiskunde om die dingen te laten verschijnen en verdwijnen. Daarvoor moet je een soort van creatie- en annihilatie-operatoren definiëren. En dat is waar die hele kwantumveldentheorie op is gebaseerd. En dat is omdat je de speciale relativiteitstheorie erbij koopt bij Schrödinger dan? Of is dat te simpel? Ja, dus als je dat probeert te doen, dan krijg je Dirac-vergelijking of ja. De, hoe heet die andere? Die gekke golfvergelijking. Schrödinger? Ja. Nee, dat is de kennis op. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Er is nog een andere, zeg maar, die voor fotonen min of meer waar is. Als je hem gewoon een soort van kwadrateert. Ja. Oké, okay. Maar ga door. Ja, je krijgt de Dirac-vergelijking, maar die blijkt ook nog negatieve energieën te hebben. Ja. Ook nog. En blijkt, zeg maar, dat als je soort van de oplossingen daarop van opschrijft en je gaat dat een soort van opnieuw kwantiseren, dan moet je dat interpreteren als creatie- en annihilatie-operatoren. Dus die negatieve energieën is, zeg maar, het eruit halen van zo'n deeltje. En een positieve energie is dat je er eentje creëert. Oh, wow. Okay. Maar goed, daar zit een hele machinery omheen om dat te doen, waar ik niks over ga zeggen. Maar dit is global. Dus dat is gewoon dat je het veld vermenigvuldigt met zo'n U1 transformatie. En zeg maar per veld doe je een soort van labeltje. Ieder veld draagt zijn eigen labeltje. Dus je hebt een quarkveld en een elektronenveld. Weet je wat? Je hebt allemaal een labeltje. En dit is dus, die Euler-Lagrange-vergelijkingen zijn invariant daaronder. En dan zegt Noether, dan is die Q, dat labeltje is behouden. Ja. Oftewel, dat veld is een soort behouden. Van behouden. De lading van dat veld is behouden. Oké, okay. Maar dit is niet voor elektrische velden en dat soort dingen. Dit is voor materievelden. En dat is omdat die symmetrie hebben. Die andere velden hebben andere symmetrie dan. Die zijn wat anders en die gaan nu ontstaan. Als je namelijk zegt, ik zeg lokale U1 symmetrie. Dus dat ik niet, ik heb nu die e tot de macht i iets. Die gaat nu van x afhangen. Dus hier had ik net geen actie, x. Ik had net, zeg maar, het hele universum heeft dezelfde rotatie. Ja. Nu zeg ik dat op iedere positie heeft hij een andere rotatie. Okay. Als je zegt dat die daar onder invariant is, dan zegt die Dirac-vergelijking nee, daar ben ik niet onder invariant. Maar als je iets toevoegt, dan ben ik dat wel. Als je dit namelijk toevoegt, zie je dat precies, zeg maar. En hier heb je een soort van veld moeten toevoegen. En het blijkt dat dit is, zeg maar, het elektromagnetisch veld. Dus die U1 symmetrie die leidt tot elektromagnetisme. Dus jullie hebben misschien van de Maxwell equations gehoord. Ja, die gaat, Iemand gaat daarover presenteren. Ja. Ja, Magnus gaat er over presenteren. Ah, ja. Goed, dan heb je hebt zeg maar E-velden en B-velden en er zijn vergelijkingen die dat allemaal aan elkaar koppelt. Je kunt dat ook soort van in één vier-vector stoppen. Ja, daar was je al tegen gekomen, hè? Ja, ik heb een beetje. Spoiler. Ja, een beetje spoiler. Maar je kunt ook in plaats van over die velden het hebben over de potentiaal. Dit is de potentiaal van die velden eigenlijk. Goed, dus als je eist dat het invariant is hieronder, dan moet je dit introduceren en dat geeft je dus elektromagnetisme. Je kunt hier gewoon laten zien dat hieruit die Maxwell-vergelijkingen volgen, eigenlijk uit de Euler-Lagrange-vergelijkingen. Cool. Ja. En dit heet dan U1, of dat heet gauge theory, zeg maar. Het dan heb je speciale relativiteit erbij bijgeflikkerd en dan kom je uiteindelijk hierop uit dat je elektromagnetisme krijgt. Ja. Ja, eigenlijk het toevoegen van dat. Creatie en annihilatie, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe voor dit. Nee. Dat is eigenlijk meer, als je nog het verhaal verder wil vertellen naar de Feynman-operatoren, dat deeltjes, zeg maar, inkomen en die reageren met elkaar en andere dingen komen eruit, dan zijn de interacties zijn dat A-veld eigenlijk. Oh ja? Ja, dat zijn je fotonen, zeg maar. Dus je kunt twee elektronen
zeg maar op elkaar afschieten. Want in principe is elektromagnetisme altijd tussen elektronen en fotonen, zeg maar. Ja, dus hier is een foton. En zeg maar, dit is hun interactie. En dat volgt hier zeg maar ook uit. Dit, nou, dat, maar als je het echt wil uitrekenen, moet je... Dit is een soort van een plaatje wat je vertelt wat voor integralen je allemaal moet gaan uitrekenen om te bepalen wat voor onder welke hoeken ze eruit gaan komen als je ze op elkaar schiet. Goed, en elektronen zijn dan redelijk saai, maar bij andere dingen wordt het interessanter. Oké. Nou, dit is eigenlijk een beetje de conclusie. Oh. Dus dit is dan voor elektromagnetisme, maar om die krachten die in atoomkernen zitten te begrijpen, daar blijken ook symmetrieën in te zitten. En het blijkt dat als je zegt, ik wil dat mijn veld, die psi zeg maar, SU2 lokaal invariant is, dus gauge invariant bij SU2 transformaties, wat een beetje lijkt op die U1, maar dan iets anders, dan krijg je... zeg maar de zwakke kernkracht. En als je zegt ik wil dat die SU3 invariant is, dan krijg je de sterke kernkracht. Dus door het soort van opleggen van die invarianties krijg je het gluonveld wat tussen quarks werkt. En ja, hier gebeurt iets heel geks. Dat heet die zwakke interactie. Hoe heette die vectorbosonen? Ik weet ook de naam. De W en de Z. De W en de Z-boson zijn de deeltjes. Ja, je hebt dan Z plus en Z min of zo. Ja. Dus die staan hier misschien. De W is plus en. Dit zijn de drie deeltjes van de zwakke kernkracht. Dit is het foton van de sterke, van elektromagnetisme. En dit is het gluon van de sterke kracht. Maar hier staat ook nog het Higgs-mechanisme in genoemd. Daar heb ik niks over verteld. Hier wou ik het wel bij laten, want anders is iedereen helemaal van zijn stokje gevallen, denk ik. Maar als iemand nog meer wil weten, dan wil ik er graag meer over vertellen. Maar misschien zijn er nog vragen nu op dit moment, vast een heleboel. Oké, okay, dankjewel. Cool. Voor de aandacht. En, Ik wilde ook nog wat gaan doen, maar dat is wat minder heftig. Maar we misschien wel iets dus makkelijker, iets beter te volgen. Ja, we gaan sowieso eerst even pauze houden, denk ik, toch? We zijn hartstikke klaar. 10 minuutjes of zo?